Ik ben Jozef Berken voor Hart voor Twiske. Dit is de Twiske en dit is de plek waar het lentekabinet gehouden zal worden. Op 4 en 5 juni. Wij zijn als Hart voor Twiske al heel lang bezig te strijden tegen festivals en overnachtingen in de omgevingsvisie. Onze petitie die we hebben georganiseerd is getekend door 7166 mensen. Om precies te zijn, daarvan zijn er 1579 Oostzaaners en 1335 Landsmeerders. En alle mensen daarnaast die van dit Twiske gebruik maken uit de omliggende gemeentes. Die willen allemaal geen festivals meer. Die zijn klaar met de rommel, met het parkeeroverlast, met de snoeiharde herrie, met de drugsoverlast, met poepen in de tuin. Dat geluid is gehoord tot onze vreugde door de politiek. Afgelopen week is zowel in Landsmeer als Oostzaan zijn moties aangenomen tegen festivals. In Oostzaan ging het om een motie van D66 die werd gesteund door CDA en GroenLinks. In Landsmeer ging het om een motie van GroenLinks die werd gesteund door CDA, D66, Partij van de Arbeid en lijst Hop en Honing. Een ruime meerderheid. Maar wat doet het college? Die beroepen zich op regels en zeggen, er zijn afspraken waardoor wij hier niet in mee kunnen gaan. Ja, want wat zijn die afspraken dan? Nou, in 2006 is er ooit een visie uit van het recreatieschap gekomen, waarin 3 evenementen zouden zijn toegestaan. 2006, in 2013 kregen we de Natura 2000 status. Die informatie is achterhaald en het is een visie, daar heeft de Raad nooit over besloten. Dan is er de kwestie van de kosten. We kunnen het makkelijk dekken uit de parkeerkosten. Die zijn gestegen de afgelopen jaren en uit een WOP-verzoek hebben we begrepen dat in 2020 was er meer dan 260.000 inkomsten. Afgelopen jaar al meer dan 380.000 euro. En wat brengt dat festival nou eigenlijk op? 120.000 netto. Dat kan makkelijk uit de gestegen parkeerinkomsten. En de verwachting is dat het aantal bezoekers stijgt, dus daar kunnen we heel goed mee uit de voeten. Dan is er nog een afspraak van Oostzaan. Wat is die? Dat je geen festivals mag doen in het broedseizoen. Daar was een meerderheid voor. Hoe kan het dan dat de gemeenteraad Oostzaan akkoord zou gaan met een lentekabinet op 4 en 5 juni als de vogels op hun nest zitten? Welcome to the Future wordt op 23 juli gehouden. Dat is ook nog voor de jongen verzorgd. Dat kan niet in een Natura 2000 gebied. Wij hopen dat BMW als volksvertegenwoordigers doen wat het volk van ze vraagt. Geen festivals in Natura 2000 gebieden Twiske.